Er is het streven van ATV Network Suriname om de samenleving zoveel als mogelijk te blijven educeren over hun diensten. Dat geldt ook voor scholen van verschillende niveaus. Tegen deze achtergrond werd een rondleiding gegeven aan de openbare school Blauwgrond. Al heel vroeg in de ochtend stonden de scholieren onrustig te wachten buiten de deuren van ATV. Vanuit verschillende hoeken kwamen vragen betreffende het maken van producties en het nieuws. De kinderen waren erg benieuwd hoe het reilt en zeilt binnen het televisiestation. Het was voor hen heel bijzonder om de mensen achter de producties zoals Q&A, In gesprek met, Onder de loep en 1&1=3 enzovoorts te ontmoeten. Vanuit de nieuwsdienst werden de studenten richting de studio gebracht en vervolgens naar de overige technische afdelingen. Het was de bedoeling om ze een ervaring als ATV-medewerker te geven. Aranza Swedo, die verantwoordelijk was voor de rondleiding, hield met enkele studenten een kort gesprek. We hebben OS Blauwgrond op bezoek voor een rondleiding en we gaan praten met enkele flinke studenten om ze te vragen wat ze hebben geleerd en hoe ze het tot nu toe vinden. Ik ga beginnen bij kleine Eden die zoveel vragen had. Eden, hoe vind je het bij ATV? Ik vind het gewoon, ik hoop van die dingen en ik weet het, ik hoop van het. Ik hoop van het. Je hoopt ervan dat je hier bent bij ATV. Oké, en wat heb jij geleerd vandaag? Ik heb rekenen geleerd, maar ik moet de hele dag werken voor mijn moeder. Maar ik heb ijsjes om te eten. Oké, je hebt rekenen geleerd, maar wat heb je hier geleerd bij ATV vandaag? ATV heb ik geleerd bij je vrouw. Wat doen we hier? Wat doen we bij ATV? Je moet luisteren hier en je moet luisteren van... Van je vrouw en ATV, je vrouw. En ik had net gevraagd als jullie naar nieuws kijken. En jij hebt gezegd, je kijkt wel naar nieuws, toch? Waarom kijk je naar nieuws? Omdat het leuk is bij nieuws. Is leuk bij nieuws? Wat leer je allemaal als je kijkt? Zullen praten, dan kijk ik. Oké, goed. Hij kijkt naar nieuws, hij vindt het leuk. En het leuk bij ATV. Ja, waarom vind je het leuk bij ATV? Omdat het hier leuk is. Hier is leuk. Zouden jullie hier willen werken? Ja. Je zou hier willen werken? Ja. Gaan we elke dag op TV komen? Ja. Na de rondleiding werden de kinderen in de gelegenheid gesteld om na te genieten van een hapje en een drankje. ATV staat altijd open voor het geven van verdere rondleidingen. Tot zover binnenlandse informatie in het journaal.